Het gemeentehuis van Overbetuwe wordt op dit moment verbouwd, waardoor een nabijgelegen gebouw dienst doet als publieksbalie. Tijdens de voorbereiding hierop werd een reeks kunstwerken gevonden. Kunstbeleidmedewerkster Ilse Aarsman ontfermde zich hierover. Het gemeentehuis wordt op dit moment verbouwd. Er staat hier een gebouw naast het oude pand en dat is het fort, zoals dat heet. En daar werden ineens ergens in een hoek 12 werken gevonden. Een van de werken viel haar direct op. Het zijn vooral litho's en dat is heel divers. Er zijn afbeeldingen van oude gemeentehuizen en eentje viel direct op doordat het heel anders was, zwart-wit. En dat is een werk van Armando. De gevonden kunst zal meegenomen worden in de al eventjes durende veiling. Nou, er is op dit moment een veiling van alle kunstwerken van de oude gemeente Elst, Heteren en Valburg. Die zijn overgegaan in de gemeente Overbetuwe. Die hele kunstcollectie paste niet bij elkaar en daarom is er besloten om het te veilen. En dat gebeurt nu via een internetveiling. Dus dit werk gaat daar ook naartoe. De veiling bestaat uit zo'n 200 werken waarvan de helft onderhand verkocht is. Tot nu toe heeft het ongeveer €5.000 opgeleverd en de opbrengst van de veiling gaat naar de Elisabeth Tuinman Cultuurprijs. Elisabeth Tuinman was de oude burgemeester van de gemeente Overbetuwe, de eerste na de herindeling. En als afscheidscadeau heeft zij deze cultuurprijs gekregen van de raad. Naar wie de prijs zal gaan is nog onbekend. Het zal de vierde keer worden dat de prijs wordt uitgereikt. Onder andere aan Theater De Kik, Dick van Altena, en aan Lindsay Hoogveld voor Galerie 1400 in Slijk-Ewijk. Het vernieuwde gemeentehuis van Overbetuwe zal niet zonder kunst zitten. Sommige werken worden niet geveild. Ja, dat zijn in ieder geval de portretten die je hier ook om je heen ziet. Elisabeth Tuinman van de Cultuurprijs en van de eerdere burgemeesters. En er is een heel mooi werk wat geschilderd is tijdens de paardenmarkt direct na de herindeling van de schildergroep After Nature, waar onder andere Peter Klassoort in zit. En dat is een heel groot doek, erg mooi, heel kleurrijk. En dat zal bewaard worden voor het nieuwe gemeentehuis. Overbetuwe hoopt het vernieuwde gemeentehuis in de loop van 2020 in gebruik te kunnen nemen.